Helemaal. Ik heb het design opgehaald van de computer en hier hebben we dus de helft van de, of dit is de bovenkaart, dit is de groene kaart, zeg maar. Dat wordt de basiskaart. En ik ga jullie even op de mat stilzetten, zodat we het even kunnen uitlijnen. Want we zien dat de groene kaart veel te groot is, dus die gaan we eerst eventjes wat kleiner maken. En alles wat ik deze kleiner maak, moet ik de andere ook kleiner maken. Dus deze is 52, maakt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 15. Dus ik zet hem 15 kleiner en volgens mij moet die dan wel passen. Dan maken we deze ook 15 kleiner. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mocht het niet helemaal kloppen, is dat niet zo erg. Het gaat erom in ieder geval dat deze kleiner wordt als die groene. Zodat het mooi uitgesneden wordt. Wat we gaan doen is, we gaan even inzoomen. Kijken of we overal gelijk zitten. Ik zie dat de groene zelfs iets groter kan. Dus de groene gaan we weer wat groter maken. 1, 2, 3. Kijk hoe die nu oogt. Dat zit daar op precies het randje. Maar dan kan ik iets opzij zetten. Ik denk dat ik hem zo groen goed heb staan. Yes. En we hadden hem zeker met 3 weer vergroot. Dus ik heb hem ook 3 groter. Zoomen we die ook even in. En dan zien we dat die prima past. Als we willen dat deze mooi uitlijnt, zou je hem eventueel nog precies in zo'n blokje kunnen neerzetten. Ik denk dat hij zo wel heel mooi uitlijnt. Dus ik vind hem zo goed en ik kan gaan snijden. Dus ik druk op oké, oké, snijden en ga. Helemaal, daar was ik weer. Ik heb ze uitgesneden, dus dit is mijn voorkantdeel, dit is mijn basiskaart. En hiertussen komt een shakerkaart. En aan de binnenkant komt de wens. Dus wat we kunnen doen, omdat we geen perforatielijn hebben, moeten we hem gaan scoren. En de kaart is precies 19 centimeter geworden. Dus 19 centimeter delen door 2 is 9,5. Dus ik kan de kaart gaan scoren op 9,5 centimeter. Even goed een vouwlijn creëren. En dan kunnen we hem dichtvouwen. En dan klopt hij precies. Nog een scorebord aan de kant. Die hebben we niet meer nodig. Ik krijg de voorkant niet te pakken. Kom hier. Hier hebben we de voorkant. Die komt er dus zo op te zitten. En hier tussenin komt 2 keer cellofaan te zitten. Maar we beginnen eerst met de wens in te stempelen. En wat we even snel gaan spieken is welke wens er mooi tussenin past. Dus eigenlijk kon je het vrij snel doen door deze zo er tussenin te houden. En de Happy Holidays past er eigenlijk best wel mooi in. Seasonal Greetings niet. Merry Christmas ook niet. Dus Happy Holidays vind ik persoonlijk het leukste voor vandaag. Dus deze pakken we eraf. Die leggen we in de kaart. Zoals we hem willen hebben. Zo. Dan krijgen we een interessant gedeelte. Want hij past er net eigenlijk niet in. Blijf staan met de camera. Dus we moeten hem eigenlijk gaan aftekenen. Dan pak ik even snel een potloodje. Zodat we die kunnen uitgummen. Wat we doen is, we gaan even een lijntje zetten. Waar we hem tussen moeten zetten. Dus we zien hier 2 lijntjes, daar moet de stempel tussenin komen. Dan pakken we onze watermark pad, de stempel. Die stempelen we erin. Ik heb hier al mijn witte poeder staan. Klinkt altijd leuk, witte poeder. Happy Holidays stempelen
Lekker in het watermarktgedeelte. Zo, volgens mij heb ik hem zo wel helemaal te pakken. Dan moet de watermarktpet weer dicht. Komt zo van de boekenvoordeel vandaan. Dus je denkt, hé, waar heb je dat vandaan? Dat is anders als andere. Ja, dat komt van de boekenvoordeel. Ik zet hem tussen de twee streepjes in die ik heb getekend. En daar stempelen we. Hou hem altijd goed even vast, zodat we zeker weten dat hij goed overgenomen wordt. Want dat is erg belangrijk, deze systeem. De potlood kwam even aan de kant. Even geduld. En ga. Plakt goed vast, dus dat is goed. Nou, dat ziet er perfect uit. Dus ik ga mijn witte poeder eroverheen gooien. En dit laat ik altijd heel eventjes zitten, zodat het poeder even kans krijgt om het zich te hechten. Ondertussen poetsen we even het de stempel schoon. De babydoekje. Stempel mag weer terug op zijn papiertje. In de map. En dan kunnen we het witte poeder afhalen. Ja, dat ziet er perfect uit. Kijk eens hoe mooi dat ook binnen het rondje valt. Pakken we even een kwastje erbij. Met het kwastje gaan we even zorgen dat de overtollige wit wordt weggehaald. Ik ben niet heel erg zeikerig over deze hoeveelheid. Dus ik ga niet op de millimeter nauwkeurig alles weghalen. Maar ik wil wel een klein beetje kloppende. Vanille. Zo, ik vind hem goed, dus ik leg hem even aan de kant. Dan kan ik mijn poeder, wie je niet ziet liggen op de camera, maar zit hier heel veel witte poeder op mijn papiertje, weer terugstoppen in zijn bakje. Ik weet niet wat dat zwart is, maar dat moet weer af. Zo, al het poeder weer terug erin. Deze echt een stevig detail. Doekje even over het bureau inhalen. En dan kunnen we de heat gun erbij pakken. Oké, zetten we aan, maak een poosje lawaai. Dank je. En dan is hij klaar. Dan kunnen we de rest gaan doen. Dat is namelijk het cellofaan aan allebei de kanten vastmaken. We maken hem hier aan de binnenkant vast. Dus aan deze kant vast. En op deze kaart maken we hem aan deze kant vast. Ik heb op twee stukjes gesneden. Ik heb twee stukjes gemaakt van 7 centimeter hoog. En ze zijn iets breder. Maar dat maakt niet zoveel uit. Want dat komt er makkelijk achter zoals je ziet. Dat doen we twee keer. En we gebruiken dubbelzijdig tape om hem vast te plakken. Even kijken waar het begin is gebleven. Daar is het begin. En ik plak eigenlijk alleen aan de zijkanten van het rondje de tape. Ik heb hier nog een klein stukje over, dus ik plak even erin. Dat is iets te lang. Waar is het begin? Daar is het begin. Nog een stukje.
En ook hier alleen aan de zijkant. Op de kaartbasis ook. Om het cellofaan in principe niet de shaker gedeeltes bij elkaar houdt, hoef je niet extreem veel plakspul erop te doen. Deze moet je even uitkijken dat je niet te laag gaat zitten. Nog een restje over, dat plakken we even ernaast. En deze ook, als je namelijk te laag gaat zitten, deze komt er maar zo ver overheen. Dus anders steekt je lijm aan de onderkant onderuit. Dat wil je natuurlijk ook weer niet. Zo. Dan kunnen we het cellofaan erop gaan plakken. Dan halen we deze stukjes eraf. Ik heb een prullenbakje naast me staan. Zo'n klapdeksel op. Dan kunnen we het cellofaan erop gaan plakken. En daarbij moet het belangrijk dat het wel het rondje helemaal afdicht. Ook bij deze zorgen dat hij niet te laag komt. Maar wel het volledige rondje afdicht. Ik zoek waar mijn andere paneel is. Hier is mijn andere paneel. Ook hier. Hele rondje afgedeeld, zodat ik het echt goed is. Nee, zo. Deze heb ik nodig. Nee. Ik heb wat reststukjes hier liggen die even groot zijn, dus even kijken welke nou mijn goede stukje is wat ik heb ge. Deze moet ik hebben. Moet natuurlijk wel helemaal afdekken. Zo. Zo is mijn rondje helemaal bedekt. En deze kant ook. En vervolgens, nu kunnen wij het gedeelte bij elkaar gaan doen waar het shakerspul in komt te liggen. Daarvoor gebruiken we dubbelzijdige tape. Dat is dit dikke foam tape eigenlijk wat ik heb. En wat we gaan doen is we maken hoeveel, pakken we die net zoveel als het rondje ongeveer lang is. Zal ik even doen, dus ik leg het ongeveer er langs op. Zodat ik weet dat ik genoeg heb. Nou, dat moet wel genoeg zijn. Dan vissen we ergens de scherp vandaan. Oh, daar. Helemaal verop. En wat we gaan doen is we knippen het in. Dus ik knip het door, omdat de breedte, het hoeft helemaal niet zo breed te zijn voor de shaker spulletjes om in te leggen. Maar het moet wel hoog genoeg zijn. Anders kan het natuurlijk niet echt shaken. Het knipt wel een beetje ongelukkig, dat plakspul, maar... Het werkt wel. Schaam nog terug, ja. Nou, en dan komt het interessante. We gaan namelijk de plakkende gedeeltes van deze tegen elkaar aanplakken. Dat is wel even interessant om te doen, want het heeft een eigen willetje. Ik denk niet hierbij grote stappen thuis te zijn, want... Als je dat doet, dan gaat het echt alle kanten op. Nou, als we dat hebben gedaan, kunnen we het eromheen gaan plakken. En als je dat gaat doen, kun je het beste aan allebei de kanten het plakfolie eraf halen. Waarom? Dan wordt het wat soepeler om te bewegen. Als je dat niet doet, kun je het bijna niet bewegen. Nou, we gaan vervolgens langs het randje op. En ik heb hier... Ah, hier is dat andere cellofaanstuk. Cool. Ik was kwijt waar het andere cellofaanstuk is. Nou, hier is het.
Nou, er gaat er een klein stukje mis. Dus ik moet een klein stukje afknippen. Dus mogelijk heb ik zo meteen een klein stukje tekort. Maar dat gaan we zien. Goed, we gaan het dus langs de cellofaan opplakken. En we blijven buiten het gezichtsveld. En plakken zo lekker het randje langs. En nogmaals, het kan zijn dat ik zo ongeveer een centimeter kort kom. Ik weet niet hoe breed ik hem heb gehouden net. Dat gaan we zien. Ah, het valt heel erg mee. Ik vraag, ik heb zelfs nog een klein beetje veel. Dus ik knip hem echt een klein stukje af nog. En dat hij precies mooi op elkaar aansluit. Het extra stukje plak ik even tussen ergens. Versteviging. Nou, hier hebben we het basisgedeelte. Hier kunnen we de shaker gedeelte doen. En wat ik nog doe is hier aan allebei de vierde kanten wat versteviging. Zodat deze er netjes zo meteen op gaat zitten. Dus wat ik ga doen is ik knip nog een klein stukje. Die knip ik nog even in tweeën. Want het is veel te breed. Ik snap niet waarom mensen zo breed foamspul nodig hebben, maar goed. Plakkende gedeelte tegen elkaar aan. En we halen allebei de strippen los. En wat we gaan doen is we knippen er vier stukjes af. 1. Voor op het hoekje. Hier. 2. Voor het hoekje daar. 3. Voor het hoekje daar. En 4. Voor het hoekje daar. En dan hebben we nog een klein stukje over voor de knipbeurs of in tweeën. Voor hier. En nou, dat is wel zeker van dat hij stevig zo meteen gaat zitten. Dan kunnen we het leukste gedeelte doen. Dat zijn de shaker gedeeltes in de kaart stoppen. Ik heb een paar rode sneeuwvlokjes. Die vind ik er heel mooi om erbij in te leggen. Ik buig ze een klein beetje terug, want ze zijn een beetje verbogen. En ze moeten wel vlak liggen. Ik heb er nu 5 in leggen. Nou, dat zijn er wel genoeg, die grote. Vervolgens neem ik wat kraaltjes. Ik neem kleine kraaltjes, neem niet te dikke kraaltjes, want ze mogen niet hoger komen als je foamt. En wat ik ook nog doe is een paletjes nemen. Dus paletjes komen van de eurowinkel af. Dus die hele doos met paletjes was maar 1 euro. Natuurlijk geen geld. Een paar zwarte en een klein beetje zilver. Zo. En vervolgens is mijn shakerkaart gereed om dichtgeplakt te worden. Zorgen dat ze niet te veel op elkaar gestapeld liggen. En dan komt het grote uitdaging. Dit is namelijk de kaart. Ten eerste zorgen dat de ronde kanten bij de ronde kanten komen. En het is zorgen dat die rechterop wordt geplakt. En dat is meestal even puzzelen. Hoe je hem het beste op krijgt. Zo. Aanduwen. En dan is je shakerkaart klaar. En dan ziet hij dus vocht uit. En als je hem open doet, dan heb je daar Happy Holidays staan. Ik hoop dat je wat aan deze tutorial hebt. Ik zal de files erbij delen, zodat je die meteen kunt gebruiken.
En mocht je het leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je meer in filmpjes wil zien. En hopelijk tot gauw. Doei doei!